Het is 12 mei 2021. Welkom in Podkaars. Ik ben Rico Brouwer. Podkaars is een podcast met een pot en een kaars. En vandaag met een kliko. We gaan het hebben over afvalverzameling in Arnhem. En dan werken jullie niet met zulke kliko's, maar met een, zo'n inzamelsysteem, zeg maar. En ja. Jij voert daar al sinds 2014, denk ik? 2014, ja. Ja, een juridische strijd tegen. Dat kwam tot een soort hoogtepunt, of tijdelijk hoogtepunt, hoe je het maar noemen wil, bij de Raad van State eergisteren. Wil je mij en het publiek vertellen wat er is gebeurd, hoe jullie afval verzamelden tot 2014 in Arnhem en wat er sindsdien is gebeurd tot nu, waarom jij voor de Raad van State, het hoogste rechtscollege wat we hebben voor zulke instanties, de autoriteitspersoonsgegevens voor de rechter daagde, want dat is wat je deed. En ja. Dan zal ik nu alvast zeggen naar de mensen die hier naar kijken, dit is een samenvatting van Michiel van de afgelopen 5 jaar, zou ik maar zeggen. Daarna zie je die rechtszaak die ik gemonteerd heb in een half uur. Dus de zaak duurde langer, die staat ook integraal online, dat zie je in de links hieronder. Nu hoor je Michiel, 5 minuten of zoiets, en dan daarna de samenvatting van die rechtszaak. Michiel, wat heb je gedaan de afgelopen 5 jaar? Ja, tot 2014 zat ik in de omstandigheid dat ik elke dag mijn vuilnis kon wegbrengen naar een ondergrondse container niet ver van mijn huis. En het gaat hier even over gewone vuilniszakken, hè, restafval. Ik opende de container, ik deed de zak erin, ik draaide hem weer dicht, de zak viel naar beneden en mijn afval was gedeponeerd. Nou, prima systeem en elk jaar betaalde ik een rekening, zeg maar de gemeentebelastingen, de afvalheffing. In 2014, in juni 2014 geloof ik, of eind mei, kreeg ik een briefje van de gemeente in huis met daarop een pasje geplakt. En er stond op, voortaan, vanaf over 3 weken kan je alleen nog je afval deponeren met gebruikmaking van dit pasje, het afvalpasje. Dat is aan je adres gebonden en daarmee kan je de container openen. En het werd me al snel duidelijk dat daarmee ook gemonitord werd wie, waar, wanneer zijn afval deponeert. Ik heb de contact opgenomen met de gemeente. Dit is een aantasting van mijn privacy. Dat wil ik niet. Wat zijn de redenen daarvoor? Is dit wel een officieel besluit? Of hoe zit dat? De gemeente heeft eigenlijk nul op request gegeven. En uiteindelijk bleek 2 jaar later bij de Raad van State, ik doe het even heel snel, ja, dat er helemaal niet echt een besluit was genomen. Het was eigenlijk een ambtelijke actie. Toen ben ik opnieuw naar de autoriteit persoonsgegevens gegaan, want de eerste keer zeiden ze van ja, dat moet je maar met de gemeente uitzoeken eigenlijk. En met de rechter, nou, de rechter had iets gezegd. Ik ben opnieuw naar autoriteit persoonsgegevens gegaan en toen heb ik een handhavingsverzoek ingediend van ja, doe iets dat die gemeente mijn privacy niet langer aantast, want dat is al 2 jaar aan de gang. De autoriteit persoonsgegevens heeft dat toen afgewezen. Toen ben ik naar de rechtbank gestapt met een verzoek om voorlopige voorziening. Nu zitten we al in 2017. En toen heeft de rechtbank uiteindelijk geconcludeerd dat omdat er politieke onduidelijkheid bestond of een van de doelen van het pasjesysteem, namelijk DIFTAR, of dat gerealiseerd zou worden, omdat daar geen duidelijkheid over was, zei de rechter, nou, dat is inderdaad onrechtmatig wat de gemeente doet. En het is dus ook onrechtmatig om niet te handhaven. Dus meneer Jonker heeft gelijk, de containers moeten weer open, of in ieder geval dat moet heroverwogen worden. Het klinkt nu al een beetje ingewikkeld, hè? Dus als ik het samenvat, jij bent burger, je woont in een bepaalde stad, Arnhem. Ja, ik woon in Almere. Ja. In Almere heb je dat niet, heb je, denk ik tenminste, ik heb zo'n ding. Maar de gemeente gaat iets doen, die gaat informatie verzamelen over burgers. Dan zou je zeggen, in Nederland hebben we daar de autoriteitspersoonsgegevens voor ingericht om daarop toe te zien dat dat rechtmatig is, dat ze niet meer verzamelen dan nodig is. En als het niet nodig is, moet je het ook niet doen. Die doet haar taak niet in jouw visie. Jij spoort ze aan, dat doen ze dan nog steeds niet, totdat je bij de rechter min of meer gelijk krijgt. En op dat moment gingen de containers ook weer open. Ja, 2 jaar lang zijn ze toen open geweest, van medio 2017 tot medio 2019 ongeveer. Ja. En toen was het weer prettig afval wegbrengen. De straten werden ook weer schoner, dus hartstikke goed. Maar ondertussen was die gemeente alweer bezig om aan te dringen dat die handhavingsmaatregel van de AP, die dus na die rechterlijke uitspraak was opgelegd, dat die toch weer van tafel zou gaan. Dat de AP die last onder dwangsom weer zou opheffen. En ik heb wel gezorgd en ook gelegenheid gekregen om daar inbreng over te leveren, in de vorm van een zienswijze.
Maar toch heeft de AP besloten van, nou nee, we heffen die maatregel weer op. En de gemeente kon dus opnieuw de privacy gaan aantasten. Er was maar één echt verschil. En dat was dat de software een beetje was aangepast, waardoor het bewaren van de gegevens nu korter duurde. Ja. Vrij kort. En ik zei, ja, dan ben je nog steeds bezig met het verwerken van die gegevens. En er is nog steeds niet aangetoond dat dat nodig is. Nou, en voor computers bestaat kort niet. Kort is lang genoeg. Eigenlijk. Dat klopt. Dan in milliseconden kan je van alles kopiëren. Eigenlijk. Je kan ook van tevoren een computer zo instellen dat er iets met die informatie gebeurt. Dus je hebt daar als burger totaal geen grip meer op. Het eigenlijk herhaalde het scenario wat we de eerste ronde hadden gehad, dat herhaalde zich. En dat maakte dat je uiteindelijk nu voor de Raad van State tegenover de autoriteit persoonsgegevens staat. Wat was precies jouw eis aan die rechters? In het bestuursrecht eis je dan dat een besluit wordt vernietigd. En ik heb dus geëist dat het besluit van de autoriteit persoonsgegevens om die last onder het dwangsom op te heffen, dat dat besluit wordt vernietigd. Ja. En dan gaat die rechter in de motivering van zijn uitspraak aangeven wat voor overwegingen de autoriteit dan zou moeten doen om te komen tot een wel correct besluit. Dus je zat in die rechtszaal via een remote verbinding. Ik was er wel met mijn cameraatjes en ik was in de veronderstelling dat ik jou ging filmen op die monitor. Maar dat werkte niet. En de techniek die de rechtbank daarvoor gebruikte was Microsoft Teams. En dacht ik, oh, dat is dan leuk. Dan ga ik Michiel interviewen over Teams en dat het dan wel werkt. Maar ik krijg dat stomme toeltje ook niet aan de praten. We nemen dit nu op over Zoom. Nu hebben mensen in ieder geval jou gezien. Kijk, zo ziet hij eruit. Maar in de samenvatting van de rechtszaak zien ze jou niet. Zien ze een monitor die wel geluid maakt. Ben je hoopvol? Er staan wel mijn initialen op, hè? Ja. Mijn initialen. Je klein initialen. Wit cirkeltje in een zwart scherm en met mijn initialen erop. Nou, leuk. Ben je hoopvol? Wat denk je dat de rechters gaan doen? Ik kan het moeilijk inschatten. Ik ben heel erg overtuigd dat ik een goed betoog heb gehouden en ook de juiste argumenten heb aangeleverd. Maar de vraag is even of de bedoeling van de wet echt gevolgd gaat worden. Of dat de rechters meer marginaal gaan denken. En gaan zeggen van, nou ja, moet eigenlijk toch wel een klein beetje kunnen. Iets in die geest. En dat hangt vanaf hoe de wet wordt geïnterpreteerd. Het spannendste van de wet en het punt wat je maakte, als ik het heel kort terugbreng tot de essentie, is de term dataminimalisatie. Kan jij in gewoon Jippie Janneke uitleggen wat dataminimalisatie is en waarom dat zo belangrijk is? Dataminimalisatie is niet meer data verzamelen dan echt nodig voor gerechtvaardigde doelen. Dat betekent dus ook dat je geen locatiegegevens in een containersysteem moet opslaan als je je afval ook gewoon kan wegbrengen zonder dat dat gebeurt. Oké, dan komt hier de samenvatting van de zaak. We hebben ook een langer gesprek gemaakt, een langer interview. Daar kunnen mensen ook terugzien, zal ik ook hieronder linken. En als je wil kijken hoe ik die rechtszaak teruggebracht heb tot een half uur, nou, die integrale uitzending staat ook online. Dankjewel, Michiel. Lekker transparant. Zo is dat. Nou ja, we doen wat we kunnen in het voorbeeld stellen ook, zeg maar. Dus, ja. Oké, hier komt de uitzending. Donker. Ja, video. Deze zit in Nederland. Ja, hallo. Ja. Goedendag, meneer Jonker. Ja, hallo. Wij horen u luid en duidelijk, maar u moet denk ik nog even uw camera aanzetten. Ja, ik probeer dat. Alleen, hij reageert er niet op. Nou ja, het is in ieder geval... Kunt u ons zien? Ja, ik kan u zien. Het is mij onduidelijk wat de gemeente Arnhem de komende tijd gaat doen op het gebied van verwerking van persoonsgegevens bij de afvalinzameling. En zolang dat niet duidelijk is, maar er wel uitlatingen in de krant worden gedaan door politici en bestuurders, dat zij verder willen praten over de afvalpas en die wellicht alsnog willen invoeren, heb ik mijn zinziens procesbelang, omdat er een risico bestaat dat de gegevensverwerking wordt hervat in de toekomst, nabije toekomst. Zodat er in het voorstel wat nu voor ligt, hè, voor besluitvorming aan mij, daar is al aandacht gevraagd voor het feit dat als er
integraal uitvoering wordt gegeven aan de uitkomst van het referendum, dat dat dus met zich mee kan brengen, onder andere dat er afvaltoerisme ontstaat. Dus het is niet helemaal 100% uitgesloten dat er in het kader van de uitvoering van de uitkomst van het referendum wellicht ook besloten wordt dat er straks nog met de module gewerkt wordt waar we nu eigenlijk met z'n allen hier in deze procedure het over hebben. Wel vooropgesteld, dit jaar, dat gaat het sowieso niet meer worden. En de kans is wel heel groot dat de containers gewoon open gaan. Oké, ik kijk even naar de rapporteur op dit punt. Ja, maar als u nou, Matthijs, als u zegt, ik kan niet 100% garanderen dat de pas niet meer wordt gebruikt, dan zijn we wat mij betreft klaar voor het procesbelang. Kijk even naar de AP. Dat hoor ik u eigenlijk zeggen. Ja, ik kwam alleen maar uit van de informatie die ik heb. Nee, maar er wordt nu op de zitting gezegd, het is niet 100% zeker dat die pas niet op deze manier wordt gebruikt in de toekomst. Dat is het enige wat je nodig hebt voor procesbelang. Ja. Dus dan denk ik eigenlijk dat, ja, daar kunnen we heel lang over praten, kijk even naar de collega's. Nee. Maar ik denk dat wij dan ons daar niet meer over gaan buigen en ervan uitgaan dat het procesbelang is. En dat is dan iemand prettig voor meneer Jonker. Ja. Ja, voor mij krijg zekerheid in ieder geval, ja. Ja, dat betekent, meneer Jonker, dat die drempel, zou ik maar zeggen, is gepasseerd. En dan gaan we naar de inhoud van deze zaak. Wilt u daar nog een nadere toelichting op geven? Want dan hebt u het woord. Ja, graag. Ik zou graag enkele punten willen aanstippen. Ja. Om te beginnen zou ik op willen wijzen dat de AP nu een standpunt inneemt dat eigenlijk anders is dan het standpunt wat de AP op 20 april 2017 innam bij de afwijzing van mijn handhavingsverzoek destijds. In dat verzoek zei de AP dat er geen noodzaak was, zolang er geen DIFTAR was, voor de verwerking van persoonsgegevens. Maar nu lijkt de AP daarover een ander standpunt in te nemen. En dat is een van de punten die ik graag verduidelijk zou zien in deze rechtszaak. Dat vindt de AP in ieder geval ook. Okay, maar dan kunnen we daarvan uitgaan, ook meneer Jonker. En dus we hebben het in ieder geval over verwerking van persoonsgegevens. Wat dat niet helemaal irrelevant, want u hebt een beroep gedaan op het beginsel van dataminimalisatie. Excuseer dat ik hier inbreek, maar ik ben zelf een technisch amateur op dit terrein. Dus wat zou er moeten gebeuren in die korte tijdspanne om gegevens van een concreet persoon te kunnen identificeren? Wat is er nodig voor identificatie? Wat zou een buitenstaander die kwaad wil, die de privacy wil schenden, wat zou die moeten kunnen en doen? Nou, dat vind ik een lastige. Kijk, want als hij de chipcode al zou weten te bemachtigen, dan heeft een buitenstaander natuurlijk nog niet meteen een link naar het adres. En dus ook niet naar een concreet persoon. Dus wat er zou moeten gebeuren, net wat meneer Berns ook zegt, hè, dat zou dan een hacker moeten zijn die tot heel veel in staat is. En de app die ziet het dus wel als een identificeerbaar ding. En waarom? Omdat de chipcodes op de passen aan de adressen zijn gekoppeld. En er is een mogelijkheid dus om die chipcode. Maar die mogelijkheid vereist dat er gehackt wordt. Ja, of iemand van de gemeente die toegang heeft tot die lijst met de chipcodes en de adressen en de personen die op die adressen wonen. De mogelijkheid bestaat en daarom is het een persoonsgegeven. Een hypothetische mogelijkheid om hier. Ja, ik durf daar, ik ken de techniek niet zo goed, ik durf daar geen uitspraak over te doen. En dat het via de gemeente gebeurt, wat u net noemde, die tweede mogelijkheid, dus niet hacken, maar een ambtenaar. Ja, nou ja, de gemeente heeft de lijst met de chipcodes die geregistreerd zijn op adressen. En hoe is dan verzekerd dat die ambtenaar daar niet gaat snuffelen? We moeten allemaal heel goed in de microfoon praten, wij zowel als u. U bedoelt te zeggen dat degene die bij het moment van het aanbieden van de pas, dat zou dan iemand van de gemeente moeten zijn die ook zou kunnen beschikken over de gegevens die behoren bij een bepaalde chipcode. Daar komt het uit. Ja, precies. Oké.
Ja, meneer Berns, toevoeging op dit punt. Ja, ik ga het, die whitelist is natuurlijk bekend, dat de pasnummers die toegang hebben in AIR. Maar het gaat met name om die data die gelogd worden, zodra die pas aangeboden is. Dan kan in principe een ambtenaar van de gemeente ook niet meer die anonimisering vindt. Ja, de release komt plaats. Dus wij kunnen ook die logdata, die data die gelogd worden, dan in die container niet meer traceren. Daar zijn wij technisch niet. Ja. Maar dat is een hele beperkte tijdspan. Ja. Okay. Mag ik daar iets over zeggen? Meneer Jonker hoor ik, hè? Klopt dat? Ja. Meneer Jonker? Ja, klopt. Ik wou over de milliseconden iets zeggen. Mag u zeker wat zeggen? Gaat uw gang. Kijk. Het is niet zo dat je pas iets kan doen als het pasje zeg maar langs de container wordt gehaald, langs de scanner wordt gehaald. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een opsporingsinstantie, ik noem maar een voorbeeld, de gemeente vraagt om dat gereed te maken, dat bijvoorbeeld een bepaalde container, als er een bepaalde persoon is die verdacht wordt of iets dergelijks, dat dan op dat moment die pas wel geregistreerd wordt. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat voor te bereiden, zeg maar, dat momentje van die milliseconden. Ja. En ik begrijp dat iedereen zegt van ja, we leven toch in Nederland, alles is toch goed geregeld. Maar ja, dat trek ik dus in twijfel. Dat risico is niet verwaarloosbaar. En daarom is het beginsel van data minimalisatie toch heel belangrijk. Maar even, meneer Jonker, dan wil ik het toch even, dat ik het goed begrijp. Ik begrijp dus, die pas heeft de inwoner van Arnhem in zijn of haar zak. Of die heeft die, hij komt, op dat moment is die link er niet. Die link ontstaat pas op het moment dat hij hem tegen de container houdt. Dus ik zie het zo goed. En daarna is niet meer te herleiden, begrijp ik, is het standpunt van het college, dat die inwoner het geweest is. Dus die opsporingsambtenaar, die krijgt, als hij zegt, kunt u mij laten zien wie er in die container is geweest? Het antwoord, ja, dat zijn 30 keer 9999. Nee, want het kan zo ingesteld worden van tevoren, softwarematig, ook op afstand, dat van bijvoorbeeld een bepaalde container, als er een bepaald iemand gevolgd zou worden, als de locatie van diegene en de tijdstippen dat hij op die locatie is interessant gevonden worden, dat die container bijvoorbeeld wel gevolgd wordt. Maar dan wordt er een wijziging, dan wordt er dus een, dan zegt hij ja, de software kan worden gewijzigd. Juist. Ja, precies. Voor zo'n geval zou de software kunnen worden gewijzigd. Maar het dat gebeurt ook. AP, het is in feite een vorm van telefoontappen, zeg maar. Maar dat is wel van container. Maar ook, ja, nee, dan begrijp ik het toch. Houd het toetsen. En dan, ja, eigenlijk zegt u, als ik goed begrijp, meneer Jonker, zegt u dan ja, dat is in strijd met het uitgangspunt van data minimalisatie. En met het uitgangspunt van rechtszekerheid, kenbaarheid van het recht en met artikel 2 van het artikel 8 lid 2 van het EVRM, waar het toch duidelijk staat dat het om een noodzakelijkheid in een democratische samenleving gaat. Maar over het algemeen, ik begrijp het beroep op artikel 8, dat is ook aan de orde gelegd, maar artikel 8 is ook wel van het EVRM. Ik heb dus altijd de neiging om ervan uit te gaan dat de AVG strengere eisen stelt dan artikel 8 EVRM. Ja, daar denk ik misschien anders over. Daar denk ik anders over? Oké, interessant. Ja, goed. Oké, dan is dat nog een apart punt. Ik zag in de stukken ook staan welke inzamelingsroute wordt gevolgd. Ja, ik kijk ook wel heel even naar jou, Clemens. Volgens mij wordt dat dan bepaald. In de microfoon, alstublieft. Dus bepaald aan de hand van, dus van die vulga. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, even meneer Jonker, even. Ja, de routing kan bepaald worden. We hebben 1300 van die containers in Arnhem staan. Die hoeven niet allemaal elke dag gelukkig geleverd te worden. Dus je kunt aan de hand van dat aantal stortingen wat we net over hadden, die anonimiseringsstorting, heb je ook data op die routing. Als daar bij wijze van spreken 100 keer gestort is, afval zou kan zien die bevonden, dan kun je daar je routing op maken. En zo kan door die stad gewoon dynamisch weer. Geregeld. Dan voorkom je dat die vrachtwagen. Ja, dat die elke wijk. Dat is gedacht. Ja. En dat is allemaal anoniem, het gaat alleen. Ja, puur op een aantal keer op het is ook gedicht. Ja. Meneer Jonker, wilde dat reageren? Ja, om de vulgraad vast te stellen is het niet nodig om persoonsgegevens te verwerken. Want dat kan je doen aan de hand van een metertje. Of aan de hand van simpelweg meten het aantal keren dat die klep open en dicht gaat.
Dus er zijn verschillende manieren om de vulgraad en daarmee ook optimalisering van de routes te krijgen, zonder dat je persoonsgegevens verwerkt. En dan komen we bij de alternatieven. Dan heb je een aantal alternatieven gezien die genoemd worden door meneer Jonker. Hij zegt, ja, je kunt dat niet doen. Hij zegt, je kunt ook verplichte vuilniszakken met een prijsopslag, dat je ze moet kopen. En je kunt met anonieme pasjes krijgen. Dat zijn de drie alternatieven. Ja, je kunt dat niet doen. Ja. Waarom is dat geen alternatief? Het college heeft eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dan het misbruik doen niet kan worden voorkomen. Dan zullen de containers open worden gesteld. En dat betekent dat ook niet-Arnhemmers in de omgeving van Arnhem zijn de gemeentes die op een hele andere wijze werken. Bijvoorbeeld dan in Nijmegen, daar betaal je dan per afvalzak een bepaalde prijs. En alleen die afvalzakken worden ingezameld. Op het moment dat de containers van Arnhem openstaan, betekent dat niet-inwoners van Arnhem ook hun afval in die containers kunnen stoppen. Maar ook bedrijven kunnen daar bedrijfsafval in soorten, terwijl daar een ander regime geldt. Dus dat. Dat is de reden waarom. Dat ja. Is prima. Heel even door, want dan zegt meneer Jonker: een alternatief is dat ieder huishouden een anonieme pas krijgt. Ja, op dat moment is er geen zicht meer op wie welke pas in meer heeft. En dan zou een persoon van een huishouden een pas kunnen aanvragen omdat zijn pas vermist zou zijn, terwijl dat niet het geval is. En dan heeft dat huishouden bijvoorbeeld twee passen in bezit. En dan wordt de vorige pas niet geblokkeerd omdat die niet gekoppeld is aan een bepaald adres. En dan kan diegene bijvoorbeeld aan zijn zus uit Nijmegen die pas geven, omdat hij zelf toch nog een andere pas in bezit heeft. Dus een anonieme pas is... Misschien kun je nog naar de gemeente. Kun je oude pas dan niet blokkeren? Daar is dan geen grip op. Want er is het is niet duidelijk of hij geblokkeerd moet worden. Als hij helemaal anoniem is, dan valt niet te bepalen of hij pas geblokkeerd moet worden of niet. Dus ik ben mijn pas kwijt, ja, maar nee, maar met nieuwe. Want je kunt niet controleren of iemand. Nee. Dat zou de gedachte zijn. Mag ik hier iets over zeggen? Ja, zeker. Ik mis hier twee aspecten in deze bespreking. Misschien dat ik voorbarig ben, maar. Eén aspect is, voorkom je met het niet anoniem maken van de passen dat dit probleem optreedt? En het tweede is, hoe reëel is het probleem eigenlijk? Doet het zich eigenlijk wel in substantiële mate voor? Dat lijkt me een belangrijk aspect. Want dan als je dat niet gaan, bekijkt... Dan wilde ik nog gaan toekomen, meneer de Jonker, maar u bent mij voor. Maar u hebt wel gelijk, in de volgorde de dingen zou misschien naar voren moeten worden gehaald. Kijk, als het goed is, loop ik even naar die alternatieven. Die hebben we nog een keer doorgelopen. Nou ja, misschien gaan we naar. Dan ga je eigenlijk weer terug naar het algemeen belang. Wat is eigenlijk het probleem? Dat zal het mijn jongen zeggen. Geen probleem, het gaat helemaal goed zo. Dus. Nou, het probleem is dus dat misbruik maken van die passen. En in de tijd dat de containers open hebben gestaan, heeft de gemeente ook geconstateerd dat er dus meer, ik probeer in de microfoon te praten. Meneer Berndsen, volgens mij is er toen een toename geweest van stortingen. 7%. Ja. Hoeveel? 7%. 7%. Nog één keer in de microfoon. Ja, 7%. En natuurlijk is afval, het is geen gesloten systeem. Het heeft natuurlijk met allerlei ontwikkelingen ook in zo'n stad te maken, waardoor het afval hoeveel in stijgen of afnemen, maar we hebben natuurlijk in Arnhem verschillende fases van afgesloten containers gehad met pas toegankelijke containers en open containers. En daar zagen we wel zeer sterk die fluctuatie, zowel in totaal afvalaanbod als ook in het signaleren in dagelijks toezicht, dat daar gewoon ook een even balen van mensen die van buiten Arnhem afval staan leeg te scheppen in die containers. Dus dat is een duidelijk signaal. Het verlengen daarvan, het regeren wel is misschien niet relevant, maar Dat referendum hè, dat de gemeente heeft gehouden, dat is kennelijk omdat mensen dit toch een heel vervelend systeem vinden. Ja, er is een heel debat over gevoerd waarom dit natuurlijk referendum is gemaakt. Ja. Het heeft uiteraard, het betaalsysteem heeft ook zijn uitwassen in,
in dat mensen, laten we zeggen, de gaatjes zoeken in het systeem, letterlijk en figuurlijk, hoe kunnen we afval op andere manier, net zoals we dat zien vanuit Nijmegen, waar het betaalsysteem is, dat een soort afvaltoerisme, zoals we dat zo mooi noemen, naar Arnhem plaatsvindt, heeft in Arnhem dat ook plaats. Dus het is niet alleen een kwestie van het betalen, het is überhaupt een kwestie van het afsluiten van de containers, mensen die hun pasjes vergeten enzovoort. En dit maakt ook duidelijk dat het heel onduidelijk is waar die toename van 7%, waar meneer Berndsen het over heeft, waar die nou eigenlijk door wordt veroorzaakt. En dat vind ik het vreemde, dat ik in die 7 jaar nog geen enkele onderbouwing heb gezien met cijfers, met bewijsbare cijfers van hoeveel dat afvaltoerisme en hoeveel die bedrijfsdumping nou zou zijn. Ik vind het vreemd dat de gemeente dat nog steeds niet heeft uitgezocht, maar wel dan verzoekt om opheffing van die last. En dan kunnen we dan kan je natuurlijk zeggen van nou ja, dat hebben we zo geregeld in Nederland. Maar dan moeten we ook de pretentie laten varen dat we rechtsbescherming hebben op het gebied van privacy. Dus daar, dat is een beetje de keuze waarvoor we denk ik staan. Lijkt me een karikatuur zoals u dat schetst. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Is uw voorstelling dat het zo moet zijn dat er maar één en wel een absoluut optimale methode moet zijn? Of zijn er keuzemogelijkheden voor gemeenten? Ja, natuurlijk. Als het om het doel van schone straten gaat bijvoorbeeld, dan heb je het Nijmeegse systeem. Je hebt hoe Arnhem het voorafgaand aan 2014 deed. Dus er zijn allerlei systemen die het doel van de schone straat goed bereiken. Goed bereiken en dus waar ook een zekere mate van keuzeruimte is voor de gemeente. De gemeente mag die alternatieven afleggen. Binnen het kader van respect voor de grondrechten. Ja, maar dan nog kan het zo zijn dat we daarmee ook materie zoals kostenefficiëntie en dergelijke een rol spelen. Ook de effectiviteit in totaliteit van het verwerken van dat afval. Dat kan dus leiden tot verschillende mogelijkheden waarbinnen de gemeente een zekere mate van keuzevrijheid heeft. Nou, ik zal u een voorbeeld geven. Stel dat het kostenefficiënt wordt gevonden om niet sommige mensen met een zwarte huid bij de disco te weigeren, maar om gewoon alle mensen met een zwarte huidskleur bij de disco te weigeren. Ja, ik vind dat geen goed argument, omdat het dan grondrechtsrecht gaat. Ook al is het misschien kostenefficiënt, omdat je dan minder nauwkeurig hoeft te kijken. En dat is eigenlijk het grondwettelijke en het mensenrechtenkader waarin we deze zaken moeten bekijken. Is het mogelijk om met behoud van alle grondrechten het doel op een goede manier te bereiken? Nou, tot 2014 was dat prima mogelijk. In andere steden is dat ook mogelijk op andere manieren. Dus waarom zou dat in Arnhem niet mogelijk zijn? Daarmee ontvalt volgens mij de noodzaak aan de wens van de Arnhem om het op zo'n manier te doen dat het grondrecht wel wordt aangetast. Of dat nou een beetje of heel veel is. Ik zou daar de AP over willen horen. Tot 2014 hadden we een ander systeem en dat was privacy vriendelijker. Dat systeem moet gehandhaafd blijven, want dat is het enige juiste. Nou, laat ik vooropstellen dat er geen verbod geldt op het verwerken van persoonsgegevens, tenzij het echt niet anders kan. Dat is niet het uitgangspunt van de AVG dat er een verbod geldt. Er is wel een bepaalde mate van regulering. Er zijn natuurlijk al wel voorwaarden op grond waarvan de verwerking wel geldt. En het systeem van de AVG is nou eenmaal zo dat de doelen mogen worden vastgesteld door de verwerkingsverantwoordelijke die een bepaalde vrijheid heeft bij het uitvoeren van de taak van algemeen belang, ruimte. En we hebben het hier ook niet over de verwerking noodzakelijk voor het voldoen van een wettelijke verplichting. Die is veel strakker, maar dat is niet aan de orde bij de grondslag waar we het hier over hebben. Die geeft veel meer ruimte voor de keuzes. En de AP beoordeelt dan of de keuzes die de gemeente heeft gemaakt binnen die taak van algemeen belang passen. En of die verwerking, dus meneer Jonker, ja, de standpunt van meneer Jonker is wat de AP betreft veel te strak en ingegeven veel meer richting de wettelijke verplichting. En uitgangspunt dat er geen persoonsgegevens mogen worden verwerkt, tenzij het echt niet anders kan. Ik sluit me daar wel bij aan en ik denk dat het ook van belang is om onder ogen te zien dat in het voorbeeld wat meneer Jonker geeft, is er natuurlijk sprake van een veel ernstigere inbreuk op
het recht op privacy. Hè? Als mensen omwille van hun huiskleur op een bepaalde manier beoordeeld gaan worden, gaat het natuurlijk ook iets heel anders. Dus dat maakt denk ik, hè, dat zit dan weer in die belangafweging, dat maakt dan denk ik dat er veel nauwkeuriger naar alternatieven gekeken zal moeten worden in zo'n situatie. Hier is de inbreuk van de privacy erg minimaal. Mag ik daar wat over zeggen nog? Ja. Dan wacht u even, want eerst even Frank Thijssen uitspreken. Nou, dat was al wat ik was zeggen. Meneer Jonker. Meneer Jonker moet zeker wat kunnen zeggen. Meneer Jonker. Dank u wel. Het gaat hier wel over locatiedata en over data die in combinatie met andere data wel degelijk gebruikt kunnen worden voor het opstellen van profielen en daarmee heel gevoelig kunnen worden. Het idee dat alleen bepaalde grondrechten belangrijk zijn, dat andere, en dat je met data gewoon hele kleine inbreukjes kan doen, dat is eigenlijk achterhaald als je naar de stand van de techniek kijkt. Als je ziet wat een firma als Google of andere grote organisaties met data doen, dan is dat steeds het combineren van een heleboel kleine, schijnbaar onbelangrijke data, die elk net een klein beetje informatie opleveren, wat dan gecombineerd wordt in hele grote systemen die wel degelijk ingrijpen, die invloed kunnen hebben op het leven van mensen. En, ik denk dat je, ja, dat als je überhaupt bescherming wil bieden op het gebied van data, dat je moet realiseren dat dat de stand der techniek is en dat die data ook worden gebruikt in combinatie met elkaar. Iedereen knikt. Ja, meneer Jonker kan ik niet zien, maar die knikt ongetwijfeld ook. Ik heb niet kunnen verstaan wat u heeft gezegd. De lijn viel weg. Nou, ik verifieerde nog even dat bij de andere partijen, dat die ook vinden dat u procesbelang hebt behouden, omdat onzeker is wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan gaan we daar in de uitspraak ook verder niks meer over zeggen. We gaan uw beroep, uw hoge beroep behandelen. Ja. Maar dat doen wij niet voordat ik u de gelegenheid geef. Oh, mijn microfoon staat uit. Is dat de hele tijd geweest? Nou ja, dan had het jammer dat dat niet iemand eerder. goed, maar ik zei dat ik zo het onderzoek ga sluiten. Wij hebben de nodige informatie van u gekregen om een beslissing te nemen, maar ik doe dat niet. Dan nadat ik u de gelegenheid geef om nog een slotopmerking te maken. En ik begin met meneer Jonker. Slotopmerking, meneer Jonker. Dank u. Eén ding, en dat is de doelmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens door middel van die adresgebonden afvalpassen is eigenlijk niet aangetoond op deze manier als het bijvoorbeeld gaat om preventie van afvaltoerisme. Ik heb dat volgens mij ook in de schriftelijke stukken al genoemd, maar in deze discussie nu, vandaag, is dat niet helemaal aan de orde gekomen. Als bijvoorbeeld, zoals de gemeente zegt, volgens het nieuwe systeem met een 999-code de gegevens razendsnel geanonimiseerd worden nadat de container is opengegaan, dan betekent dat ook dat er eigenlijk geen controle meer op is hoe die passen daadwerkelijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld een bedrijf, een Arnhems bedrijf, kan dan een pas van een bewoner lenen, bijvoorbeeld een medewerker, en die container openen zonder dat dat achteraf controleerbaar is, want het is immers geanonimiseerd. Dus er zitten fundamentele denkfouten in het hele idee om afvaltoerisme met eventjes niet en dan weer snel wel anonieme passen te voorkomen. En die denkfouten, die had de AP al eruit moeten pikken voordat ze primair besluit namen en zeker voordat ze een besluit op bezwaar namen. Ik heb daarop gewezen, maar dat is genegeerd. En daarom denk ik dat gezien artikel 5 lid 2, waarin een aantoonbaarheidsplicht staat, dat de AP niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het idee dat het wel voldoende is aangetoond en dat de AP dat heeft kunnen constateren dat er een noodzaak is voor een dergelijke oplossing. Als die oplossing helemaal niet goed werkt. Ja. Dat was het. Ja. Dank u wel, mevrouw Nijhoff. Slotopmerking. Nou ja, geen enkel systeem is 100% waterdicht. De afweging die het college hier heeft gemaakt om dit doel na te streven op deze wijze
door de AP gevolgd. Dus daar wil ik graag bij laten. Dank u wel. Mevrouw Thijssen. En daar sluit ik me bij aan. Ja, het is niet helemaal waar het ligt wellicht, maar dat maakt het dus niet meteen niet doen later. Dank u wel. Dan sluit ik het onderzoek in deze zaak en is het streken opgericht om in 6 weken uitspraak te doen. Als die niet gehaald wordt, kan de termijn verlengd worden. Daar krijgt u dan bericht van. Nogmaals dank voor wat u hier naar voren heeft gebracht, al dan niet via een audioverbinding. En ik schors de zitting. Dank u wel. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Een dagje zonder hemel. Ligt niet normaal maken, wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.